Ja, ja, lieve vrienden, en weer een hele warme welkom gewenst bij Corine en de Beestenbol. Het is vandaag alweer een maandag, de 29/7/2024 en we leven om de tijd 19 minuten over 12. Ik ga zo meteen mijn hondjes uitlaten. Had ik al kunnen gedaan hebben, maar ja, van weer iemand onverwachts aan de deur. Terwijl ik bezig was boven mij aan te kleden, et cetera. Oh, ze heeft op twee bellen gebeld. Waarom op twee bellen? Oh jee, oh jee, oh jee. Yeah. Hoeveel graden? 38 graden, mijn genade. Bij de poort hoor, bij de poort. Is zo. En dat was Mary, die is de accolade momenteel kwijt. Ja, ze had hem beide, maar ze had hem ook meegenomen. Dus ja, ik weet het verder niet. Een accolade kun je moeilijk verliezen. Ja, dat is een groot ding. Of zo. Snoeren eraan, dus ja, ik weet niet. Ze had hem beide, ze liet hem zien. Ze doet hem weer in die tas. En ja, wat ze er onderweg mee doet, weet ik niet. Misschien eet ze hem op, ik weet het niet. Had ze input nodig? Ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval had het meisje al uitgelaten gehad, dus ja. Maar in ieder geval, Willy die komt ook zo en het is prachtig mooi weer. Dus wat willen we nou nog meer? Ja toch? Dat is het enige wat ik wil hoor. Mooi weer. En dat hebben we. Zonnescherm had ik vanochtend vroeg al dicht. Dus ja, lekker. En we gaan er nou lekker van genieten. En ja, geniet ook alsjeblieft. Want genieten moet je. Ja, gewoon doen met dit prachtige weer. Wie geniet er nou niet van? Ik wel in ieder geval. Ja. Ja, oké. Okay. Maar ja, hoe is in de wattest? Ja, zoals ik al zei, Willy komt en dan wordt er weer gewerkt. Dus ja. Veel kan ik niet doen. Ik zou ook niet weten wat. Het is maandag. Ja, wat is er maandag te doen? Dat is gewoon weer een werkdag voor iedereen, hè? Dus ook voor mij, ja. En ja, ik voel me goed. Momenteel ook niet echt veel pijn, want ik heb me helemaal gewassen van top tot eenmaal op mijn haar niet. Ik denk, dat komt nog wel. Trouwens, vrijdag heb ik een afspraakje. Buiten de deur. Dus ja, voor die tijd moet ik het wel even gedaan hebben. Ja. Een heel leuk afspraakje. Ja, er zijn mannen aanwezig. Er zijn vrouwen aanwezig. Dus ja, hoe en wat, ik weet het allemaal niet. Maar ja, dan wordt er heel wat gedaan. En voor nu, ja, ik ga nou lekker lopen. Willy kan erin komen. Nee, niet waar. Die heeft geen sleutel. Ja, wel, ze heeft wel een sleutel. Ja, ze heeft wel een sleutel. Dus die kan erin komen. En dan zet ze de kop met de parkeren op picknickbankje. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet gewoon van alles. En geniet ook een beetje met mij mee. En met de dames. En met Willy. En ja, we zien wel hoe het ruilt en zeilt vandaag. Oké? Okay? Ik zou zeggen, geniet ervan. En doe een duimpje omhoog. Als je even de vlogs leuk vindt. En geef ze een leuke reactie. Heb je vragen? Vraag ze gewoon. Want je krijgt er ook antwoord op terug. Ja, echt wel. Ik heb ook nog steeds één vraag openstaan voor Mirjam Eleveld. En ja, die is nou in Nederland. Maar ze werkt met een... hoe heet dat? Ze moet iedere keer... ik geloof naar Albert Heijn toe. Zo'n kaartje halen. Ik zeg, meisje, ik zeg, neem een abonnement. Ja, maar dat kan ik niet betalen, dat is te duur. Hoe, wat?
Je hebt toch je uitkering? Heb ik ook. Ik leef ook van mijn uitkering. Hoe dan? Ik heb dat toch ook allemaal? Ik denk, ik weet het niet hoor. Maar je kan beter een abonnement nemen dan iedere keer goed van die dingen te kopen. Dan ben je meer kwijt, denk ik, dan een abonnement zoals die ik heb. Ja, gratis bellen door heel Nederland heen. Wat wil je nou nog meer? Ja, of door Europa, weet ik veel. Ik geloof Nederland. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet. En tot later. Doei doei. Nou, die was mij aan het pesten. Ja, ze was mij aan het pesten. Maar ja, het is alweer over. En onze Willy is daar, hij schat. Hi. En helemaal in een jurk. Ja, dat is nog. Wat. Ja. Mag al in de krant. En nieuwe sandalen heeft ze aan. De voetjes. Ja, dat zijn zolen. Wat hebben we nou aan zolen? Kom hier. Nou, wauw. Lauwie. Sexy hoor. Sexy. En een heel mooi jurkje met een heel mooi fietsbroekje eronder. Ook dat heeft ze nog. Ja. Zo hé. Dus. Maar ja, het draaihintje hangt nog steeds nooit, want die vent die komt niet. Ja, daar baal ik ook van en ik zit hier met gaten te hangen. Zo. Hé? Ja, hij had beloofd dat hij de week erop zou komen ophangen. Wie wat? Af? Ja. Maar hij moet nog. Dit is op. Er is ergens nieuw. Oké. Waar weet ik niet. Ik heb nieuw gehaald. Ook legt er op mijn scootmobiel 2 zakken kattengrit, maar ander merk dan je gewend bent. Oh, nou als het maar werkt. Dat weet ik niet. Ik zou het niet weten. Nee. Als het me doet. Als het me... Ja, laat het hopen. Hé, hey, de dromedaris. Hallo. Ja? Waar is Rijka? Ergens. Juffrouw Rijka, waar are you? Je gaat me toch niet vertellen dat je ergens buiten in de felle zon ligt? Nee, ik zie haar niet. Ik zie haar niet. Ook ligt ze hier niet. Nou, moe. Waar are you? Nou, moe? Rijka! Ook niet onder de eethoek. Niet in de bakkie. Krijg het heen en weer. Nee, hoor. Naast de container misschien? Nee. Oh. Is dat een nieuw stopplekje? Is dat een nieuw stopplekje? Oh ja, dat is. Nou hier. Achter de deur? Nee. Bij de plant. Ja. Dat ligt cool. Boefje. Dat ligt cool. Ik zag er ineen. Ik denk, oh. Hé? Oh, ja. Ze is een boefie. Het is een boefie. Ja, echt zo. Ja, dat lukt. Maar in ieder geval. Ja, nou. Woensdagmiddag komt er ook weer iemand. En ja, ik hoop dat ik vloggen mag. Dat is een meneer die ik niet kan. Maar er wordt wat vervangen. Maar ik wist eerst bij hoog en belaag niet wat hij bedoelde. Behoort bij het huis. Maar ik had er nog nooit van gehoord. Ik wist wel dat het er was, maar de naam daarvan niet. Oh, dat is haar aan de overkant. Ik denk, wat is jullie nou aan het doen? Aan het boren? Ik denk, nee, dat kan niet. De overkant wordt er geboord. Maar in ieder geval, we hebben hier ook
in huis een ventilatiesysteem. Ik zal even kijken of ik het hier... Ja, ik zie hier al eentje zitten. Dat witte ronde ding. En daar zitten er twee, geloof ik, aan die kant. En dan heb je hier een knop. Ja? Nou, ik heb hem wel op 1 staan, of op 0 weet ik veel. En dan hoor je hem niet. Ja, je hoort hem, maar dat is niet heel. Dan krijg ik een nieuwe en die schijnt beter te zijn. Toch, Willy? Zeggen ze. Zeggen ze, ja. Maar die maakt meer herrie als ik hem aandoe. Dus nou, ik heb hem toch sowieso nooit aan. Want als ik wil luchten, nou ja, ik lucht nou ook. De deur die staat open. En anders doe ik het keukenraam open. Ja, luchten doe ik wel, maar op mijn manier, want dat ding hoef ik niet te gebruiken. Ik hoef die herrie niet om mijn kop heen te hebben. Nee, dat maakt echt zoveel lawaai. Daar word je niet vrolijk van. Nee. Dat is hoofdpijnwekkend, zeg maar. Dus ja, dat dus. Dat wordt woensdagmiddag gedaan. Dat ik hoop wel dat ik mag filmen. Want ja, het is mijn huis, hè. Ja. En als die zegt mijn gezicht niet, nou ja, daar kan ik rekening mee houden. Prima, top. Maar ik wil wel eventjes filmen. Het lijkt me wel eventjes interessant. Ja. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik ga ook wat doen en ja, en daar is een meneer bezig op zijn balkonnetje. Nou ja, balkonnetje. Wat jij aan een tuintje hebt, heeft hij een formaat balkon. En dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet en geniet een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden, ja. Ik heb al aan het editen geweest. De computer draait nou zelf. Dus dat komt helemaal goed. En als ik dan weer terugkom, want ik ga even de hort op. Als ik terugkom, kan ik hem naar YouTube brengen. Willy, die is ongeveer net een kwartier de deur uit. Ik heb een kaart geschreven naar onze lieftallige Corrie in Lezen. Die oude dame. Komt ook in mijn vlog voor, maar moet helemaal zakken naar beneden. Want ik geloof dat ik haar ook niet meer zal zien. Want ze is natuurlijk niet een van de jongsten meer. Ze heeft geen auto meer, zover ik weet. Want de auto die was afgekeurd. En ze wou ook niet een andere kopen, qua leeftijd ook. En ja, hoe ze dreigen laat vervoeren, weet ik ook niet. Of ze met een trein nog gaat of wat dan ook, dat weet ik allemaal niet. De familie woont natuurlijk allemaal daar, ook bij haar in de buurt. En anders wordt ze wel opgehaald. Maar in ieder geval, ik heb even een kaart geschreven voor haar, helemaal leuk. Die ga ik op de post doen en eventjes rondje stad, eventjes sneupen kijken doen, weet ik veel wat. Ja, dat dus. Dus dat komt allemaal goed, lieve vrienden. En jullie gaan in de tas, of ik wat zie. Dat weet ik niet, maar dat merken we dan wel weer. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet en geniet een beetje mee. Tot later. Doei, doei. Hij schat. Oeh, maar ook is een camera. Dit is een camera, schat. Ben je mooi? Theo, hè? Leo. 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 Koek, koek. Leo. Kom maar hier. Ja. Oh, Piet. Mooi hondje. Hé, kom je op YouTube? Op YouTube. Ja, kom je op YouTube. Dan moet je ruiken. Hé? Kom dan. Aan het kijken. Hé? Ja, kom je op YouTube, schat.
het vallen. Een beetje dom. Ik wil nog wel eens een keer afnemen de vee, dat het laag wordt. Dat zou best eens kunnen. Het moet 23 graden wezen, maar ik vind het hier niet warm. Nee. Ik ruim jullie maar weer even op, want dan, ik nader zo meteen ook die rotbocht bij dat hotel daar, Lands End. Ja, ik even vol gas er naartoe en dan daar weer afremmen en mijn beide handen aan het stuur houden. Juist, dat dus. Ik vind het toch altijd even weer mooi, hè. En dan die zilte lucht. Oh, heerlijk. Ja, echt.
omdat ik verderop in de verre, 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 verre verte zie. Al die stokjes omhoog met die wieken eraan. Ja, dat moeten ze maar mooi weghalen. Nee. Nou, dan ruimen jullie weer even op. Ja, zo lieve vrienden, we zijn weer thuis en... Ik was bijna wat vergeten en ik heb het net nog op tijd gered. 5 minuten, hè? Ja. Een tas te cool to go. Maar niet van de zomer. Nee, voor het eerst sinds dat het bestaat heb ik eindelijk de kans gehad om een tas te bestellen bij de HEMA. Wat erin zit, ik weet het echt niet. Ga jij eens even naar de kant, jonge dame? We maken hem open, want ze hebben hem vastgemaakt met nietjes. Ja, hoe dan? Ik zei, ik ben een vlogster, dus ik wil niet zien wat erin zit. Dan hoop ik dat ik mezelf niet kapot maak aan die nietjes. Want ik wil het nou ook niet zien. Hè. We gaan gewoon de oude voet verder. Dus ik doe mijn ogen dicht. En Joost mag het weer eten. Ik weet het niet, ik weet het niet. Nou. Oh, 2 broodjes. Dat zijn harde broodjes, die krijg ik niet weg. Maar dat maakt niet uit, daar weet ik wel weer iemand anders voor. Oogjes dicht. Ah, maar dat los ik wel. Ardenner paté. Even dat kopje van Willy weg. Zo. Oogjes dicht. En wat het kost? 1,93. Zat hier ook een prijsje op? Ja, miauw. Hier staat geen prijsje op. Ik weet niet wat het kost. Oogjes dicht. Voor een bakje. Een bakje. Vrienden, lieve vrienden, een bakje. Wat zit erin? Ik ga kijken. Ook vleeswaren. Voorbij de borrel. Voorbij mijn wijntje. Ook gedicht. Oh. Oh, wat is dit? Oh, wat eng. Ja, een zakje in ieder geval. Maar wat erin zit. Zwart-wit pastilles bonbons. Nou, dat lust ik ook niet. Gaat ook naar een ander. Ik lust dat niet. Maakt niet uit. Wat ik niet lust, ken een ander wel lusten. Ik voel een wat eng. Ik pakte dat boekje of wat het ook mag wezen en dus het hangt wat aan. Ogen open. Hebben jullie even, ik ga even de tuindeur dicht doen, zodat Kandalf er niet uit kan. Even. Hop. Ja, tuindeur. Lekker, kom. Je wil graag binnenkomen. Maar dat kan niet wanneer jij daar bent. Ja, toe maar. Dan kan Sandal naar binnen. Kom maar, schatje. Ja, je hoort er ook bij, Kate. Ja, zeker. Zeker te weten. Nou, dan moet ik je dit open zien te krijgen. Als het tenminste wil. En dan komen er nog 2 nieuwe meisjes erbij. Ga eens fietsen. Je doet me zeer. Ja, kom er maar uit. Dat is 1. En dan moet ik een... Jeetje, hoeveel knopen hebben ze er wel niet in? En dan nog 1, hè?
nog een. Ja, komt er maar. En er staat een hoop tekst in. Maar dan moet je het ook nog qua grootte ook nog kunnen lezen. Zelfs het Nederlands kan ik niet lezen. Echt, maar ik vind het wel leuk. Er zit ook iets aan snoepen in of zo, weet ik niet. Ja, maar dat lust ik nu wel. Wat leuk is zo'n tasje. Dat lust ik nu wel. Ja, dat dus. Vind ik grappig. Even jeuken. Maar ik doe mijn ogen weer dicht. Ik voel weer een bakje. Mijn bril beter. Ik ga kijken. Borreltijd. Ook al voor de borrel. Ik zou mijn godje niet weten. Kikkererwtendip. Zou ik dat lusten? Ik weet niet. Nog nooit gehad. Ogen dicht. Wat kost het trouwens? Het is allemaal 50% korting, dus ja. Het zal ook al heel erg duur wezen. Ik voel weer. En ik pak weer, het is lang. Zomaar een idee, koffiemelk. Ja dus. Koffiecreme. Koffieroom. Nou ja. Ja, ik ga gelijk. Hoef ik dat in ieder geval deze week niet te kopen. Ik ga weer kijken. Ik voel weer een bakje. Jullie kunnen het zien. Ik zie niks. Ik ga kijken. Groene Piesto. Dat lust denk ik Karin wel. Weet niet. Blijft voor mij niet veel over, hè? Eima. Ik voel. Oh, wat is dat? Oh, dat is koud en dat is lang en dat is plat. Nou ja, lang, lang. Ik denk zomaar ook weer paté of zo voor het brood. Ja, dus. Ja, dat lust ik ook weer wel. 2,06 euro. Dat lust ik wel weer. Dat lust ik ook wel. Ik leg dat even aan die kant neer. En dat is voor in de koffie voor Sita. Dat krijg ik niet weg, die broodjes. Dat is mij te hard. Die kikkererwten gevallen weet ik niet. En die Piesto. Weet niet. Mijn ogen weer dicht. Ga ik voelen. En ik denk dat hij leeg is. Ja, hij is leeg. Nou ja, dat komt er dus uit. Dat dus. Twee broodjes. Maar dat zijn harde. Krijg ik niet weg. Groene Piesto, het is voor borreltijd, staat er ook borreltijd. Nou ja, wat moet ik ermee? Dat weet ik ook niet. Hummus, naturel, borreltijd. Dit lust ik wel. En dat is voor de koffie. Dus helemaal toppie, dankjewel Hema. Ja, en ja, dit lust ik niet. Ik lust niet zwart op wit. En dit lust ik weer wel. Maar ja, ik vind het leuk dat hij in zo'n tasje zit. Ja, leuk, geweldig. Ja. Ik ga nou de boel even opruimen. En ik moet even op mijn telefoon kijken, want die heeft ook gerammeld. En ik denk ook Karin, dus ik ga even koekeloeren. Maar ik ga eerst de boel even opruimen. En dan komt het helemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En hou vol goede moed. Want het zonnetje is er nog steeds, de lucht is nog blauw, dus wat willen we nou nog meer?
Ik zou zeggen, een hele fijne liefdevolle avond en tot later. Doei! Zo, lieve vrienden, ja, we zijn weer bij elkaar eventjes hier. Het is, hoe laat het even? Ja, ik moet alles nog uitzetten ook. Ik zie daar niet op. Het is 0 uur 31, dus het is net 12:30 geweest. Dus we zitten alweer op de dinsdag, maar dat komt straks wel. Ik ga met meisjes lopen. Ik denk dat ik zelfs zo kan, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, want het is 19 graden, maar vanwege de luchtvochtigheid, weet ik hoe ze dat mag zeggen, is het 24 graden. Dus ja, ik doe toch wel een vestje aan en de mouwen maar omhoog, want anders wordt het weer zo koud op je schouders, hè. En ik doe een klein blokje, want ik ben echt moe en morgen wordt het een lange dag. Want ik ga morgen sowieso ook met Marianne de hart op. En ja, misschien dat er nog iemand komt, ik weet het niet. En sowieso komt Erwin ook. Ja, die komt ook weer eventjes om het hoekje kijken, laat me zeggen. Maar ja, die mag ik niet filmen, dan enkel een paar voeten. Ja, kan ik ook niks aan doen. Maar dat maakt ook verder niet uit. Maar in ieder geval morgen, oftewel om 1 uur komt hij. En daarna, als die weer weggaat, dan ga ik ook gelijk weg. En dan ga ik Marianne ophalen en dan gaan we de stad in, de stad onveilig maken, zeg maar. Ja, gezellig. Helemaal gezellig. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, gewoon lekker gaan slapen. En ik hoop dat jullie kunnen slapen, want het zal wel lekker warm wezen op de slaapkamers. Dus ja, straks gaat de ventilator, die ga ik zo eerst even aan doen. Toch eerst naar de wc, dan vlieg ik naar boven om de ventilator aan te doen. Komt het allemaal wel goed. Dus lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal gezond uit je bed zien te komen. Ik hoor de rijken, maar ik zie er niet. Maar in ieder geval, jullie weten het allemaal. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.